Hallo allemaal! Ik ben vorige week naar de Creadoe geweest en ik heb daar leuke spulletjes gekocht. En die ga ik jullie nu laten zien. Ik heb onder andere bij een aankoop deze tas gekregen en daar zit alles in. Ik ben samen met een vriendin naar de Creadoe geweest en voor mij was het de allereerste keer. Maar het was er simpelweg nooit van gekomen. Dat betekende wel dat ik niet helemaal wist wat ik kon verwachten en van de vriendin had ik al gehoord dat, dat je ook hele leuke workshops kon doen. Er was één workshop bij die zij heel graag wilde doen, het slagletteren. En dan kon je een eigen tekstsieraad maken en wij hebben gekozen voor de armband. Ik zal hem er even uithalen. Ik vond het op zich heel erg leuk om te doen, wel vond ik het jammer dat het er erg rommelig aan toe ging. Dat we met zoveel personen aan de tafel zaten dat de begeleider niet altijd de kans had om jou te helpen. Toen kwamen we bij een stand waar ze lakzegels verkochten, maar dan op een andere manier. Dat zijn deze buisjes. Die heb ik gekocht. En als je nou denkt, ja, wat bedoel je dan met lakzegels? Dan zal ik je laten zien hoe het eigenlijk in zijn werk gaat. Kijk, je hebt dus zo'n stempel. Ik heb er dan eentje met een hartje en een ouderwets lakzegelstaafje. Dat ga je branden, dan laat je het, de wax op je papiertje druppen en dan zet je de stempel erin. Hartstikke leuk, maar je ziet het, ik heb er 4 nooit gebruikt. Hoogst irritant, want ik vind het wel heel erg leuk, maar ik gebruik ze simpelweg niet omdat ik gedoe met dat vuur gewoon eigenlijk niet zie zitten. En toen liep ik op de Creadoe en toen zag ik daar dit. Deze staafjes die stop je in een lijmpistool. Je laat wat druppelen. Je stempelt erin en je hebt hetzelfde effect. Ik denk, nou, dat vind ik het proberen nog waard. Is dit nou ook niks? Nou ja, goed, dan weet ik voor goed dat dit stempelen voor mij gewoon niet is weggelegd. Waar we ook langs kwamen, het was een stand waar ze allerlei producten voor het gebruiken van de silhouet verkochten. En daar heb ik dit beprintbare witte stickerpapier gekocht. Ik weet dat er heel veel merken zijn die dit soort producten verkopen. Maar omdat ik het ook echt met mijn silhouet wil gaan uitsnijden, dacht ik, laat ik eerst eens beginnen met een pak van silhouet zelf. Dan weet ik pas zeker hoe het moet. En ik heb daar ook 2 rollen plakfolie meegenomen die je ook zo in de silhouet kunt stoppen. Ook dat heb ik nog nooit uitgeprobeerd en ik weet dan niet van zeker dat ik plakplastic heb wat ook in de silhouet kan. Ik kreeg daar vervolgens nog een leuk boekje mee. Dat is een overzicht van de producten van Kippers Hobby. Ik heb er wel eens van gehoord en daar staan allerlei leuke producten in, dus wie weet dat ik daar voor de toekomst nog wat leuks uit vind. Hier heb ik echt zin in om dat te gaan uitproberen. Onderweg naar de Creadoe had ik ook al bedacht dat ik misschien wel nieuwe haaknaalden wilde. En toen kwam ik Wolplein tegen. En Wolplein, daar heb ik al eens eerder ook wel online besteld. En zij hadden een mooie aanbieding. 4 van deze naalden voor 25 euro. En de set had ik wel eens gezien, die waren 60 euro. En dat vond ik gewoon te veel geld. Dus ik heb gewoon 4 maten genomen waarvan ik denk van oké, dat is een goed begin. Daar ga ik mee beginnen. Daar haak ik op momenteel het meeste mee. En dan zie ik in de toekomst wel of ik de set uitbreid. En wat ze ook hadden, was een etui. Ze hadden 2 maten. Ik heb uiteindelijk gekozen voor de kleinere maat, omdat ik denk dat voor mij... Kijk, je kunt er best behoorlijk wat wolletjes in kwijt. En je kunt hier het draadje erheen trekken. En dan heb je dus niet meteen alle... of als je ergens zit te werken, dan heb je niet meteen dat je bolletje garen door de kamer heen vliegt. Wat mij nog wel eens gebeurde. Die kunnen hier ook alvast in. Dus een leuk kleurtje, dus ik ben er helemaal blij mee. Hier heb ik trouwens die tas bij gekregen. Maar dat had je gezien de kleur misschien wel al begrepen. In het kader van haken
We waren op eerder op de dag al een ontzettend leuk kraampje tegengekomen met allemaal leuke beestjes. En daar kon je pakketjes kopen. En ik zag eigenlijk meteen dit eekhoorntje staan, maar de pakketjes waren al op. Nou, heel erg zitten twijfelen, zal ik dan een ander pakketje nemen? Maar eigenlijk kwam ik steeds op dat eekhoorntje terug. Het eekhoorntje, daar zaten zitten wat dingetjes in die ik gewoon heel erg grappig vind. En vooral die staart, die met dat hele pluizige spul gemaakt is. Dat wilde ik toch al langer eens een keer uitproberen. Ik denk, die wil ik. Maar ja, die was dus op. Nou, twijfel. Ik denk, weet je wat? Ik laat het gaan en we gaan straks terug. Nou, dat hebben we ook gedaan. We zijn teruggegaan. Toen was het wat rustiger. En toen heb ik hem aan hem gevraagd van ja, heb je dat pakketje nog? Toen zegt hij van nou, nee. En ik kan het ook niet bijmaken, want ik heb niet meer de juiste wol mee. Maar ik zag de kleur wel liggen. En wat bleek nou? Je had eigenlijk in het standaard pakketje wat hij gemaakt had, had je één bolletje van deze maat en dan diezelfde kleur in deze maat. En hij had die maat nog wel, maar dat verfbad was anders en er zat inderdaad een verschil in. En toen heb ik gezegd van nou, weet je, dan doe maar gewoon twee grote bolletjes, dan betaal ik het verschil wel bij. En toen heeft hij gezegd van nou, wacht, dan maak ik toch een pakketje voor je met een aangepaste prijs. Dus zodoende heb ik toch nog het complete pakket, inclusief de vulwol en het patroon. En kan ik binnenkort dit eekhoorntje gaan maken. En wat ik ook nog meegenomen heb, zijn wat veiligheidsoogjes. Niet eens allemaal voor mij, zit er een paar bij voor een vriendinnetje. En dat was eigenlijk mijn credo alweer. Maar al met al is de credo voor mij gewoon een hele leuke ervaring geweest. En ik hoop ook echt dat ik volgend jaar weer kan gaan. Dus nou, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.